begon allemaal halverwege de jaren 70. Daar staat hij, klaar voor vertrek, de NSU van mijn vader. In Breda, op weg naar de baan. Met een geleende aanhanger van Piet Vertilbrug Bastiaans. Kijk, op weg naar de, naar de rallycross. Ik was in die tijd, 1978, was ik was 7 jaar, dus ik heb niet alle herinneringen nog. Ik weet ook niet meer precies waar dit is. Het zou zomaar in Valkenswaard kunnen zijn, of in Baarlo, daar werd ook wel eens gereisd. Maar het is in ieder geval niet in Dongen, waar we vroeger, waar ik het meeste ben geweest. Kijk, samen met zijn monteur, Jan van Kaam. Ook, ja, die heb ik helaas nooit meer gezien. Ik weet niet, misschien is hij al overleden, misschien leeft hij nog. Kijk, daar zit ik achterin, samen met mijn zus. Mogen we meerijden. Dit waren de mooiste momenten van mijn vader. Het aanwezig zijn was toch belangrijker dan het winnen. Als je er maar bij bent, dan zei hij altijd. Als je er maar bij bent, dat is het belangrijkste. Nou, hij was erbij hoor. Kijk, daar zit hij. Scherp stellen met de dia's. Nou, dan gaan ze van start. Nou, en dat was een snelle energietje, dat ding van mijn vader. Kijk, schitterende foto's. Nou, in het eerste stuk van de dia-series zijn het alleen de dia's die ik geselecteerd heb van de auto van mijn vader. Later in het stuk zullen er meer dia's van andere auto's komen. Kijk nou, Skoda. Skoda cadeau. Schitterend. Dus ja, vergeet je niet, dit is gewoon eind jaren 70, 1978. De minietjes, daar was ik vroeger altijd wel heel erg fan van. Half asfalt, half zand. Volgens mij is dit Valkenswaard. Misschien dat mensen in de comments, bij de commentaren, die de locaties herkennen, mij kunnen vertellen waar dit is. Mijn vader is begin van dit jaar, in februari, overleden, dus ik kan het hem niet meer vragen. Ik heb al zijn dia's gekregen. Het zijn er een stuk of 60 van alleen van rallycross. Nou, die heb ik dus nu geprobeerd in een beetje een leuke volgorde neer te zetten. Er zitten een paar dia's bij die lijken op elkaar, maar ze zijn niet dezelfde. Nou, dan gaan we over de finish. Tadadah, start nummer 304 met een NSU. Schitterend. Nou, dat is Jan van Kaam weer met zijn vrouw of vriendin. Die was de vaste monteur van mijn vader. Die zijn de boys bij elkaar. Nou, je ziet het al, mijn vader daar is de snorremans. Altijd in voor een goede foto. Het team bij elkaar. Kijk dan toch. Steltje boeven. Ik weet niet wie het zijn. Ik herken er een paar. Ik zie mijn oom. Ik zie mijn vader. Ik zie Jan van Kaam. Nou, daar zitten ze weer. De boefjes op de achtergrond. Zie je een witte kop. Dat ben ik. Ja, zoals jullie zien, werden er ook met dafjes gereisd. Vanaf hier beginnen de losse dia's van de andere rallywagens die aanwezig waren. Nou, natuurlijk de startauto, die er wat spectaculair eruit zag. Ja, team nieuwe revue. Wie herinnert zich dit nog? Met de minis, Foot Escort. Het was echt een groot team in die tijd. De Engelse rijders ook. Volgens mij super snelle mini-koepeltjes. Hele mooie tijd. Ik kwam nog wel... vaak dingen van vrienden. Kijk, natuurlijk 1978. We zijn nog wel een paar jaar doorgegaan. Nou, de NSU van mijn vader, die is op een gegeven moment overgekocht. Eentje op zijn kop. Even achteruit, dat is mooi, dat kan met dia's. Als je de knop langer ingedrukt hebt, gaat hij achteruit. Even de dia omdraaien. En dan krijgen we hem zo meteen op de juiste. Kijk, daar is hij. DAF Coupé. Vet of niet?
Nou, daar werd vroeger gewoon volop mee gereisd. Maar ik wou nog vertellen over de broer van mijn moeder, Jan van Trier. Die heeft op een gegeven moment de NSU van mijn vader overgekocht. Mijn vader is toen met Presto Print Racing Team doorgegaan richting Zandvoort met de formulewagens. Nou, daar komt later nog wel een keer een aflevering over, want daar heb ik ook nog heel veel foto's en dia's van. Maar Jan vertelde mij dat mijn opa is nog een keertje komen filmen, een dagje. En dat dagje was tijdens het Oval Race, ook nieuwe dia's erin. Dat was tijdens het Oval Race in Dongen. En nou schijnt het zo te zijn dat opa wedstrijden heeft gefilmd, in de pits heeft gefilmd. En dat ik als klein mannetje daar zo van een jaar, dus iets later dan 78, misschien 79, 80. En waar ik nog rondloop en ik met mijn eerste crossmotortje rondrij in de pits. Dus oom Jan die heeft beloofd dat hij het op zou zoeken in de films. Dus nog zo'n oude filmproject en zo van met zo'n eentje, zonder geluid. Maar zeer spectaculaire, unieke beelden kan ik denk ik wel zeggen. Die zijn alleen bij ons binnen de familie altijd vertoond geweest. Dus daar gaat ook nog wel een aflevering aangewijd worden. Kijk, volgens mij hebben we deze dia al een keer gehad. Dat zit er twee keer in. Kijk, een DAF tegen een NSU. Ja, dat zijn nog eens tijden. Ja. Rob Vaas, de vaste fotograaf. Waar is hij gebleven? Wie kent Rob Vaas uit Breda? Mooi man, dit. Kijk dan, volgens mij is dit een Lada of zo van Fiat 127. Dat kan ook. Ja, een DAFje. Wie is de beste man? Nog een NSU. Huppakee, nog een DAF. Die was uit het team bij mijn vader. Maar ook deze namen weet ik niet. Kijk, BMW 2002. En gewoon over de finish. We hebben nog een Honda Civic. Volgens mij zit deze in spiegelbeeld. Amsterdam is dat verkeerd. Deze ook, kijk, nummer 81. En volgens mij is het nummer 18. En nog een DAF Rally. Te gek. Renault Alpine vond ik ook vroeger wel heel mooi. Zeer aparte auto's. Voor die tijd. En nog een keertje het minietje. Er waren er twee. Eentje met 6 en eentje met 7 zie ik nu. Kijk dan. Drifting. Renault Alpine met een BMW op zijn hielen. Volgens mij is er nog komt er zo meteen nog een scherpere foto van de BMW 2002 langs. Even kijken. En nog een keer een DAFje. Van de techniek, de dia-projecten, zo vroeger kon je gewoon scherp stellen. Ah, kijk, zie je. Daar staat hij wel goed. Hij heeft nummer 18. Geen 81. Kijk de BMW weer. Nog een keer de Renault Alpine. Dat zou je toch niet echt als een rallycross auto zien. Ja, kijk, dat is mijn vader. Hij was zelf altijd al in de weer met druk met fotograferen. Hij had ook zijn eigen donkere kamer. Dus ik denk ja, dat het toch allemaal wel een beetje in de genen zit. Hè? Foto's maken, filmpjes maken. Mijn vader was daar vroeger ook al heel actief mee. Ik heb ook nog hele plakboeken vol met foto's. Ook over de opening van het bedrijf van mijn vader van vroeger. Dus misschien dat we die in de tijd ook nog wel eens een keertje ergens in een vlog tussendoor werken. Ah, dit is de laatste dia. Blijf beslissen nog even kijken, want deze video gaat een spectaculaire wending maken. Let op en kijk tot het einde. Bram Oswaarde. Al snel groeide deze kleine teller uit tot een coureur die zeer gedreven was en wilde presteren in het karten. We zijn begonnen in de Minimax. Een jaar Minimax gedaan, al snel door naar de junioren, uiteindelijk naar de senioren. Waar Bram op een
ja, in 2019 op een niveau kwam waar hij aansluiting kreeg in de top 5. En uiteindelijk ook aan het einde van het seizoen nog een derde plaats wist te verzilveren. Om aan 2020 te kunnen gaan beginnen. Nou, hier hebben, Bram maakt ook altijd graag filmpjes. Hier zien we beeld.